Paphos, Derbe, Lystra, Iconium, Laodicea, Antiochië, Efeze, Troas, Filippi, Athene, Korinthe, Rome. De apostel Paulus is in al deze plaatsen geweest. Niet om daar een selfie te maken, nee, om daar het evangelie te verkondigen. De Heere was hem ontmoet op de weg naar Damascus. En dat had zijn hele leven veranderd. Van een vijand van de gemeente Gods naar een uitverkoren vat. Wat een genade was hem ten deel gevallen. En hij was er vol van. Daar raakte hij niet over uitgepraat. Iedereen moest het horen dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Want hoe zullen ze in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Het werk in Gods koninkrijk heeft haast. Er zijn nog steeds miljoenen mensen op deze wereld die nog nooit van Christus hebben gehoord. Mensen als u, als jij en als ik. Op reis naar de eeuwigheid. Ziet u al die mensen voor u? Kinderen, jongeren, ouderen uit Nepal, Bangladesh, Japan, Oezbekistan. Mensen met een ziel die de naam van Christus niet kennen. Verloren in zonde en schuld. Gebonden aan afgoden, magie, duister, de duisternis. Bent u zelf door Gods genade uit de duisternis tot het licht gebracht? Dan zult u met Paulus zeggen, de liefde van Christus dringt ons. Dan zult u zeker op de knieën gaan voor het zendingswerk. En dan is het bezoeken van een zendingsmarkt of de zendingsdag of een gemeenteavond een vanzelfsprekend iets geworden. Het is waar dat de Heere zijn gemeente bij name kent. En dat is een grote troost. Hij zal de zijne bijeenbrengen. En er zal er niet één ontbreken. Maar op u en op jou en op ZGG rust de verantwoordelijkheid en de taak om te zaaien, om te bidden, om te werken. Ik heb niet gehoord dat de Heere het bevel heeft ingetrokken. Onverminderd zegt hij tegen zijn kerk, gaat heen. En dat bevel is ook op u gelegd, als lid of dooplid van de gemeente. Met de bede, uw koninkrijk komen. ZGG kan niet stilzitten. Ze wil steeds nieuwe plaatsen bereiken. Net als Paulus, Nepsan, Onyenim, Porto Viejo, Quevedo, Duris, Tepelen, Angorgum, Colia, Garama. Hoeveel plaatsen zullen er in 2024 bijkomen? En jongeren in ons midden, roept de Heere jou misschien. De velden zijn wit om te oogsten. De arbeiders weinig. En de tijd is kort. Vermeerder uw kerk, zegt onze catechismus, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En nu iets speciaals voor jullie jongens en meisjes. Er is vandaag in de ZGG-stand
een boek te koop. Een nieuw leesboek. En het boek heeft alles te maken met een hut, met een vredespijp en met een prachtig land in Afrika. Maar ik kan jullie wel een beetje vertellen wat hierin staat. De schrijver van het boek kan dat natuurlijk veel beter. Kijk maar eens even mee. Zojuist ben ik in deze 4x4 Jeep hier naartoe gereden om jou wat te vertellen. Mijn naam is Jos Kardol en ik ben uitgezonden voor de zending naar Afrika. En dat ik daar ben, kan je wel zien aan de hut achter mij en de mensen om mij heen. In de achterliggende periode heb ik een verhaal voor jou geschreven, wat natuurlijk met de zending te maken heeft. Het gaat over Rutger. Hij woont in Nederland, zit in groep 7 en Daniel is zijn beste vriend. Ze kennen elkaar al heel lang. En nu zitten ze samen in een zelfgemaakte ronde Afrika-hut. In hun handen hebben ze een vredespijp. Ze roken hem samen. Om als twee vrienden voor altijd vrede te sluiten. Maar er ontstaat spanning. En dat komt door een kaart die Daniel aan Rutger geeft. Het gaat over iets moois. Maar niet voor Rutger. Hij vindt het juist moeilijk. En het wordt nog erger als Daniel het aan heel de klas vertelt. En Ricardo zich ermee gaat bemoeien. Zou hij zijn beste vriend gaan kwijtraken? Voor Rutger zit er maar één ding op. Hij moet een plan bedenken. Zodat de vredesbelofte tussen hem en Daniel niet in rook zal opgaan. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Want wat doet Rutger aan het einde van het verhaal helemaal alleen in de ronde Afrika-hut? En waarom verstopt hij zo snel mogelijk een kaart met een 4x4 Jeep erop in zijn tas als plotseling Ricardo bij de ingang van de hut verschijnt? Nou, wil jij weten wie Rutger is en wat er nu precies aan de hand is? Koop dan het boek Spanning rond de Vredespijp. Vanaf 1 juli verkrijgbaar bij Zending Gereformeerde Gemeente. En ik wens je alvast veel leesplezier. Ja, en als je van kleuren houdt, dan kun je natuurlijk tegelijk ook wel ons nieuwe kleurboek kopen. Geef zending kleur. Dus jongens en meisjes, voor jullie 2 uitgaven. Een boek en ook nog een kleurboek. Vandaag zijn er veel zendingswerkers in ons midden. Ze komen uit Albanië, uit Guinea, Cambodja, Ecuador, het Midden-Oosten, Senegal, Papua en Nigeria. Ze zijn op bezoek, met verlof. Sommigen zijn ook nog in opleiding en moeten nog gaan. Ik ga nu de aanwezige zendingswerkers 1 voor 1 naar voren roepen en aan sommige van hen een vraag stellen. Overigens kunnen ze niet allemaal naar voren komen. Een aantal van hen zal blijven zitten vanwege veiligheidsredenen. Eerst wil ik graag naar voren roepen de familie Heres, Wiegert en Johanna Heres. Zij zijn in opleiding voor Cambodja. Welkom hier op het podium. Kom maar. Het tweede echtpaar wat ik graag naar voren wil roepen zijn Gert-Jan en Mieke van Luik. In opleiding voor Ecuador. En met hen Gideon, Tirza, Rut en Sifra. De familie Heres die komen nu het podium op met Amy, Joa, Job en Tirza. En gelijk daarna dus Gert-Jan en Mieke van Luik. Ga ik verder om naar voren te roepen Harry en Jacqueline den Otter, ook in opleiding voor Cambodja. Er zijn dus nu 2 echtparen in opleiding voor Cambodja, de familie Heres en de familie den Otter. Hartelijk welkom hier.
ga ik door met Ad en Ilse de Pater. Ad en Ilse hopen voor de derde keer naar het zendingsveld te gaan. En Ad hoopt daar te gaan werken als theologisch toerister. Ook welkom hier op het podium. Niet op het podium vindt u Esther. Zij zit wel bij ons in de zaal. En Anna. Esther en Anna zijn wel degelijk hier aanwezig in het midden van ons, maar kunnen vanwege veiligheid niet op het podium komen. Natuurlijk zijn ze wel welkom. Zij doen zendingswerk in het Midden-Oosten. Ga ik verder met de familie Baan. Steven en Carine Baan. Steven werkt in Ecuador als evangelist. En ik wil hen ook van harte uitnodigen hier naar voren. Met Josephine, Daniel, Amelie, Matthias, Jonathan en Luciana. Welkom hier op het podium. Ook welkom, ook een welkom aan Hanneke van der Blonk. Vrouwen, jeugd en alfabetiseringswerk in Guinea. En een welkom aan Fanny Haase, zendingswerker in Guinea. Ja, het wordt een hele grote groep vandaag, kunt u wel zien inmiddels. Ik hoop dat we erop passen. Als de kinderen inderdaad een beetje naar voren gaan, voor jullie gaan staan, dan zal het een beetje moeten gaan lukken, denk ik. En inmiddels hebben we Teun al ontmoet vanmorgen. Teun en Gerdien, ook hartelijk welkom hier in ons midden. Met Evelien, Aliette, Joelle en Mathea. Teun werkt als evangelist in Guinea. En welkom ook aan Dick en Maria Korpel. Dick werkt als theologisch toerister in Ecuador. En Peter en Ineke de Niet. Peter is bijbelvertaler in West-Afrika. Ze wonen nu in Senegal. Samen met Jozef en Mirjam van harte welkom hier op het podium. Truus hebben we net al gezien. Maar ook van harte welkom hier. Kom erbij staan, zou ik zeggen. Begeleider vrouwenwerk in Ecuador. En Gerard en Gerda Wassink. Gerard is theologisch toerister in Albanië. Welkom in ons midden. Proberen we even wat in te schikken her en der. Hier is ook nog wat plek. Ja, proberen even wat in te schikken. Ja, het moet echt, we moeten echt heel strak gaan staan vandaag. En daar zijn we zo blij mee. En we hebben nog zendingswerkers nodig. Het podium is niet vol, maar hier kunnen ook nog mensen staan. En daar kunnen nog mensen staan. Dus wat dat betreft is er nog ruimte genoeg. Dorenda de Raaf, onderwijsondersteuner geweest in Guinea, het afgelopen schooljaar, welkom ook hier. En drie nieuwe onderwijsondersteuners, want ja, als je mensen met kinderen gaat uitzenden, dan heb je ook onderwijsondersteuners nodig. Annieke Boon, Robert Boot en Elise Verheij. Annieke en Robert gaan naar Guinea en Elise hoopt onderwijsondersteuner te worden in Albanië. Zij hopen het komende schooljaar dus te gaan helpen met het onderwijs in zowel Guinea als Albanië. Verder wil ik uitnodigen Kees en Elsbeth Jansen. Ze zijn zeker niet nieuw voor ons. Ze zijn bekend, werken voor MAF en zijn opnieuw in opleiding voor Papua. Hebben al gewerkt in Papua. Zij hopen hier naar voren te komen met hun zoon Aaron. De andere kinderen zijn er niet bij. Aaron is erbij. Kees en Elsbeth Jansen, welkom hier. Verder ook welkom Wilbert en Marieke Rietveld. Ook werkzaam bij MAF als IT-manager. Hopen naar de Verenigde Staten te verhuizen. Welkom in ons midden. En als laatste wil ik Janneke uitnodigen. Janneke werkt voor Wycliffe en doet alfabetiseringswerk in Nigeria. Ook welkom hier op het podium. Nou, volgens mij heb ik nu iedereen. Gaan we kijken of het allemaal een beetje past. Als jullie nog iets opschuiven, dan gaat het helemaal lukken. Ja, je moet echt wel heel dik inschuiven met elkaar, hoor. Zeker. Ja, ik wil jullie nog even nog iets naar binnen hebben. Ja, zeker, want anders zijn jullie straks niet meer in beeld.
Even kijken of het aan die kant lukt. Ik denk het wel. Nou, heel mooi. Dan ga ik een paar vragen stellen. Eerste vraag is aan Dick Korpel. Misschien wil Dick even naar voren komen. En hier bij mij aan de tafel gaan staan. Dick, we hebben net gehoord dat het werk in Gods Koninkrijk haast heeft. En welke betekenis heeft dat voor jou als je aan het werk bent in Ecuador? Ik ga je even een microfoon geven. Zeker? Alsjeblieft. Toen ik woensdag in het vliegtuig zat van Guayaquil naar Nederland, had ik eindelijk tijd om een boek te lezen wat 2 jaar in mijn kast had gestaan. Dat gaat over lijden. Lijden in de wereld. En die auteur die schreef over lijden en begon eigenlijk bij het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane. Waar hij sprak dat de Heer zich uiteindelijk onderwierp aan de wil van zijn vader. Toen hij zei, maar vader, niet uw wil, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En hij zegt, en dat was een antwoord op datgene wat duizenden jaren daarvoor had geklonken in die andere hof in Eden. Toen Adam en Eva en in hen, wij allemaal hebben gezegd, mijn vader, Heere, niet uw wil geschieden, maar mijn wil geschieden. En hij zegt, die onwil, het niet willen buigen voor God, zijn autoriteit niet willen kennen, erkennen, zijn kennis niet willen erkennen, maakt dat de wereld is zoals die nu is. En ik zat erover na te denken en ik weet niet precies, ja, ik ben nog maar net terug in Nederland, dus ik moet dat allemaal nog een beetje gaan ervaren, maar ik merk in Ecuador hoe we na corona in een wereld terecht zijn gekomen die eigenlijk veel schriller is geworden, veel harder is geworden. En ik merk dat in bijvoorbeeld in de criminaliteit, zeker in de stad Guayaquil, maar ook in andere gebieden is dat heel erg. Politiek gezien is het een rommeltje in het land. Er is ontzettend veel corruptie. En in die maatschappij leven wij en werken wij. En afgelopen zaterdag, echt een week geleden zeg maar, stond ik bij de jeugdvereniging in El Amparo. Heb ik een inleiding gehouden voor de jonge lui. En dan zie je ineens het contrast. Want in die hele schrille maatschappij waarin we leven, waar zo verschrikkelijk veel misgaat, mag je op zaterdagmiddag met 30 jonge mensen samenkomen om Gods woord aan ze uit te leggen. En dan zitten we even in de rust bij elkaar en gaat Gods woord open. En dan ga je hart open en dan bid je met ze en dan bid je voor ze. Of datgene wat je met ze bespreekt, of dat ook werkelijkheid mag worden voor ze. En wij leven nog in een redelijk veilige situatie waar onze gemeentes dan eigenlijk allemaal naar achterstandswijken. En dan weet je wat een druk er op de jongens uitgevoerd wordt. Drugs om in drugshandel te gaan, om allerhande verkeerde dingen te gaan doen. Maar dan wordt er wat tegenovergesteld en dat is Gods woord. En dan weet je dat die jonge mensen, we hebben daar vandaag ook heel veel foto's van gezien, zowel in Ecuador als in Guinea. En wat zou het groot zijn als de Heer juist die mensen gaat trekken en dat zij in hun buurt ook mogen voorgeleven wat het betekent om Christus te zijn. En daarom heeft die boodschap heel veel haast. Mooi. Hartelijk dank. Hanneke, mag ik jou, Hanneke van der Blonk, mag ik jou ook nog een vraag stellen? Alsjeblieft. Ja, in de dorpen rond Kolia, waar jij woont, wonen heel veel mensen, dat weten we, die nog nooit van Christus hebben gehoord. En jij bezoekt deze dorpen. En je deelt onder andere kalenders uit met bijbelteksten. Wat merk je, blijft er iets achter van Gods woord in die dorpen rondom Kolia? Ja, naast het verspreiden van kalenders worden er ook bijbels verkocht. En in een van de dorpen was ik met de imam een stukje aan het lezen uit Genesis. En de mensen die om ons heen stonden te luisteren zeiden, oh, maar dat is Genesis. Dat kennen we wel. Daar preekt Alafi altijd uit. Ik dacht, ik moet toch nog eens navragen welke imam Alafi heet. En later heeft een keer iemand hem aangewezen. Blijkbaar heeft die imam vorig jaar een Bijbel bij ons gekocht en preekt hij hieruit. Dat had ik nooit geweten. Hartelijk dank. Heel mooi. En Harry, waar is Harry den Otter? Ik wil jou ook nog een vraag stellen. Jij volgt nu de opleiding samen met Jacqueline. En jullie hopen naar Cambodja te worden uitgezonden.
Kun je misschien een onvergetelijk moment, een bijzonder moment in je opleiding noemen? Ja, voor ons was een onvergetelijk moment. Onlangs vond dat plaats dat wij onze eerste Bijbel in het Khmer mochten ontvangen. Dankzij de inspanningen van de collega's uit Cambodja en enkele familieleden van Hanneke Boer mochten hier in Nederland al Gods woord in het Khmer ontvangen. En voor ons onbegrijpelijk. Al die kringeltjes en tekentjes. En toch zong het in het hart. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk. Het sluit ook heel dicht aan bij wat wij vanmorgen hier mogen horen. Het zaad is er al en hij heeft dat zaad zelf gegeven. Wij hoeven het slechts te gaan strooien. En de vrucht is van hem en voor hem. Hartelijk dank. Ja, de tijd ontbreekt om alle werkers op het podium, dat zou natuurlijk al mooi zijn, hè, als we alle werkers op het podium aan het woord zouden kunnen laten. Maar al deze werkers mogen namens ons, namens u, namens jou uitgaan en het zaad uitstrooien. En we hopen en bidden dat de Heere jullie als instrumenten in zijn hand wil gebruiken tot de uitbreiding van zijn koninkrijk. Met de bede: Heere, help, bescherm, bewaar en leer ons uw voetstappen te drukken. We gaan nu de zendingswerkers hier op het podium, maar ook met onze verbonden digitaal, vanuit Guinea bijvoorbeeld, vanuit Albanië. We gaan hen met ons allen biddend toezingen wat we lezen in Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heere, het zij ge in of uit moogt gaan en waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.